Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo voor de Daily Minutes met een nieuwsupdate voor vandaag 9 maart 2016. Dit is het bulletin van woensdag. Het is een raar begin van dit jaar voor mij. De ene dag lijkt ik heel veel tijd te hebben, de andere dag weer niet. Doordat er telkens grote projecten komen en er dan weer uitstel voor is. Zo gaat het al een paar weken en ertussenin zitten steeds periodes met bijzonder weinig tijd dus. Ik zit weer in zo'n periode van weinig tijd. Hoogstwaarschijnlijk tot ergens eind volgende week. Om die reden vandaag geen SSTV of data. Amnieuws.nl meldt dat de eerste batch van de nieuwe ICOM IC7300 over ruim een week op de radiovloeienmarkt in Rosmalen zal worden uitgeleverd. De prijs van het 100% SDR-apparaat is volgens het artikel bepaald op €1369. Er wordt door veel mensen uitgekeken naar deze zendontvanger voor HF 6 meter en in de Europese versie ook 4 meter. De afgelopen maandag gelanceerde Engelse ballon, waar we eerder deze week al over berichten, heeft inmiddels de Noord-Afrikaanse of het Noord-Afrikaanse vasteland bereikt. Eerder vloog hij westelijk langs het eiland Man en vervolgens over Frankrijk en Spanje. Gisteravond, dinsdagavond dus, was de ballon vanaf Noord-Afrika onderweg naar Griekenland. Heil Sound, het bedrijf van Bob Heil, K9EID, bestaat 50 jaar. Het bedrijf is vooral bekend van haar microfoons voor popartiesten en microfoons voor radioamateurs. Bob Heil zelf is tegenwoordig ook bekend van de internet-tv-show Ham Nation. Ja, en deel 2 van de historie over onze hobby begint waar deel 1 eindigde. De eerste commercieel verkrijgbare amateur-zender-ontvanger combinatie. Er is niet veel meer over bekend dan dat het een losse zender en ontvanger voor telegrafie was. En dat hij te koop was in de VS in 1906. Doelgroep waren amateurs en experimenteerders. De eerste radioamateurclub ontstond in 1908 aan de Universiteit van Columbia, waar studenten de Wireless Telegraph Club of Columbia University vormden. De eerste amateurvereniging bestaat nog steeds en heet tegenwoordig de Columbia University Amateur Radio Club. De eerste landelijke amateurvereniging ontstond in 1910 in Australië, de Wireless Institute of Australia of WIA. Ook die bestaat nog steeds. Regelmatig zijn in de Daily Minutes delen van de uitzending van de verenigingszender van die WIA te horen. Vanaf 1910 ontstond er een ware wildgroei aan amateurinitiatieven en activiteiten, zodanig dat er problemen ontstonden door onbedoelde of bedoelde storingen aan de uitzendingen die door militairen en door bedrijven werden gedaan, veroorzaakt door die amateuractiviteiten. Er werd gesproken van een hoos of een rage. Er was in die tijd overigens nog niets geregeld, net als de eerste auto's vaak ongelukken kregen of veroorzaakten door het compleet ontbreken van verkeersregels, veroorzaakte het gebrek aan regels in de ether ook daar bedrijfsongevallen. Een andere belangrijke oorzaak van de storingen door amateurs was dat er door amateurs op grote schaal nog vonkzenders werden gebruikt, waarvoor de term breedbandig een geweldig eufemisme is. Het zinken van de Titanic had vervolgens grote gevolgen, los van de tragedie die deze ramp natuurlijk ook was. Het zinken van de Titanic wordt door velen gezien als de directe aanleiding voor het ontstaan van amateurvergunningen. In datzelfde jaar dat de Titanic zonk, in 1912, nam het congres in de Verenigde Staten na die ramp een wet aan, de Radio Act of 1912, die aan amateurs verbood om op golflengtes langer dan 200 meter uit te zenden. 200 meter is gelijk aan 1500 kHz, tegenwoordig bovenaan de huidige middengolf. De reden hiervan was dat alle frequenties boven 1500 kHz in 1912 als waardeloos of op zijn minst commercieel waardeloos werden beschouwd. Het gevolg van de invoering van deze nieuwe wet was dat meteen daarna het aantal amateurs die met zenders experimenteerden in de VS met 88% daalde. De meeste andere landen volgden de VS met deze regel en in 1930 werd de International Convention for the Safety of Life at Sea gehouden, de internationale conferentie voor de veiligheid van het leven op zee. Hier werd onder andere besloten tot een internationaal verdrag waarin het verplicht werd dat de radioapparatuur aan boord van schepen 24 uur zou worden bemand. Adequate hulp bij de Titanic bleef onder andere uit doordat een schip dat niet ver uit de buurt van de Titanic lag de noodsignalen niet opvolgde omdat de marconist aan boord van het schip was gaan slapen. Overigens was voor 1912 de telegrafieapparatuur aan boord van sommige schepen daar alleen uit commerciële motieven. Die apparatuur stond ook alleen aan boord van sommige schepen. En in het geval van een schip als de Titanic was dat voor gebruik van de rijke passagiers aan boord. Het verhaal gaat dat toen het schip al zonk, sommige passagiers nog eisten dat hun berichten voorgingen op de noodsignalen van het schip. Ik realiseer me trouwens dat ik zo pas in het verhaal ergens 1930 zei. Dat moet 1913 zijn.
Aanvullende informatie bij de uitzendingen is te vinden op www.pa0ete.nl. Mail verder gerust je tips, commentaar en desnoods prietpraat naar x@xdv.me. Toch is het leuk zo'n bovenregionale repeater. En eigenlijk gaat het ook best goed. Ja, zeker als je je bedenkt hoe groot het bereik is. Ja, en hoe druk het is. Eigenlijk zijn er maar twee grote ergernissen. Inderdaad, dat mensen geen lange break laten. Voor de Echolink gebruikers. En dat de mensen de repeater te lang alleen voor hun eigen gebruiken. Inderdaad. Als het zo druk is, moet je eerlijk delen. Dus mensen, gebruik de repeater niet te lang alleen voor je eigen. Voor je eigen. Voor je eigen. Voor je eigen. Voor je eigen.